En op een zeker moment is uw arsenaal aan trucs is op. En het enige wat dat je nog hebt is een boekje waarmee dat je kunt gooien. Nee, maar ik heb daar ook weken slecht van gelopen. Echt weken dat ik mezelf slecht voelde van hoe kan het nu dat ik daar zo ver in ben gegaan? Hoe kan het, dat ik me zo heb laten gaan dat ik niet de controle meer had? Ik heb toch zo mijn liedje over necrofilie getiteld Mooie meisjes zijn dooie meisjes. Van zodra ik dat aankondigde, werd er effectief met ellebogen gestoten en naar mensen gewezen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze week heb ik weer een Vlaamse comedian te gast, namelijk Johnny Trash. En Johnny is met zijn gitaar een graag geziene comedian bij shows door heel Vlaanderen en al helemaal sinds hij in de finale stond van Belgium's Got Talent. Fun fact, hij begon ooit als drummer in een band waar Ruben Blok gitarist was. En Ruben Blok is niet alleen de frontman van Triggerfinger, maar ook de overbuurman van comedian Bas Birker, die in aflevering 3 te gast was. Bedankt iedereen die afgelopen week crewmember is geworden of heeft gedoneerd. Ik heb deze aflevering al op tijd klaargezet in verband met een korte vakantie, dus ik kan niemand persoonlijk bedanken. Sorry daarvoor. Maar als crewmember doneer je elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je mijn eeuwige dank, extra podcast en consumptiebonnen. Wil je dat? Kijk dan op petje.af/elektrapodcast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Johnny Trash. Ik begin heel vaak met de vraag, wanneer ben je ongeveer begonnen? Zodat mensen een beetje weten als je zegt, dat was in het begin van mijn carrière, dat ze een idee hebben. Volgens mij zijn wij ongeveer in dezelfde periode begonnen. Ik in 2010, volgens mij jij een jaar of 1, 2 eerder? December 2009 was mijn allereerste optreden. Nou, kijk, ik 19 december 2009. Dus, en daarom dacht ik eraan, daar moeten we een belangrijke kanttekening plaatsen. Dat was jouw eerste comedy optreden. Want jij zit natuurlijk al veel en veel langer in bands in allerlei verschillende formaties. Want wat heb jij allemaal in bands gedaan en of doe je nog steeds in bands? Ik ben oorspronkelijk een drummer, maar Het probleem met een drummer is, als je gaat optreden, dus dan worden er al wel eens foto's genomen en na het optreden krijg je dan die foto's te zien en dus de drummer staat daar nooit op, want die zit altijd van achter op het podium. En dat was niet zo heel goed voor mijn ego. Dus dan ben ik op een zeer moment toch maar beginnen gitaar spelen en een beetje zingen. Uiteindelijk speel ik nog steeds drum in bepaalde bands en ik zing ook in bepaalde bands en ik blijf daar een beetje een duizendpoot in, altijd wel een nieuw projectje waar we mee bezig zijn. Ja. En hoe lang deed je al muziek voordat je... Ik ben in 88 of zoiets ben ik beginnen muziek spelen. Ik denk dat ik in 92 ongeveer professioneel ben gegaan, wat voor zover dat je dat kon noemen. Niet in de zin van ik kon ervan leven, maar in de zin van ik deed gewoon niks anders. Dat was het eigenlijk een beetje. En dan met hulp van de ouders hier en daar die odd job. Ook zo 12 stielen, 13 ongelukken heb ik dan wel gedaan. En dan ben ik in 2006, heb ik dan uiteindelijk besloten van, oké, ik geef al die kutbandjes op, ik ga 100% voor de muziek. En toen kwam de financiële crisis eraan. Maar net op dat moment begon ik dan met comedy en dan, is het toch nog goed gekomen of zo. Ja, wat echt de meest onlogische keuze is. Hey, financiële crisis, weet je waar geld zit? Comedy. Ja, maar op de een of andere manier is dat toch redelijk vlot gegaan. Van zodra ik met comedy bezig was
Een half jaar daarna had ik al best wel veel optredens. En dat dan aangevuld met mijn bands. Ja. Kan ook best wel... het was goed genoeg om van te leven. Sowieso het idee volgens mij dat je in Vlaanderen zeker 10 jaar geleden... sneller door kon stromen naar goede en wat betaalde optredens... mits je daar gewoon wel wat talent voor had. Ja, dat klopt. Dan dat in Nederland het geval was. En het voordeel dat de gaasjes daar ook wat hoger lagen. Nog altijd liggen. Ja. Dat scheelt natuurlijk hoop. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Want als ik het goed heb onthouden, even beter... maar als het niet zo is, ben jij eigenlijk ook per ongeluk met comedy begonnen... omdat je meedeed met een Urbanus cover op een avond in de Joker in Antwerpen, toch? Ja, nee, dat klopt. Ik woonde in die periode woonde ik in Antwerpen... en de Joker was zo'n beetje mijn stamkroeg. Maar ik kwam daar nooit als het comedy was. Of zelden als het comedy was. Maar alle andere avonden zat ik daar gewoon aan de toog pintje te drinken. En op een zeker ogenblik zag ik effectief een affiche van... Urbanus Tribute. Ik ben altijd een enorme Urbanus fan geweest. En toen... dus dat was op een woensdag. En op de zondag ging die tribute er zijn. En ik had een stuk in mijn chartellen, zoals ze bij ons zeggen. En dan durfde ik naar Fokke gaan, want ik kende Fokke totaal niet. Dus Fokke, de... baas van café van de Joker, die heeft dat café samen met Jasmin. Jasmin is de vrouw van Alex Agnew, ook een bekende comedian bij ons. En, ook bij ons. Pardon? En bij jullie ook. Bij ons. Ja, voilà. maar Jasmin kende ik dus wel goed, en Alex ook wel, maar Fokke dus niet. Dus mijn klein hartje, want iedereen die Fokke niet kent, maar al wel eens gezien heeft, weet dat dat een enorme brombeer lijkt. Kan je voor mensen, comedians die luisteren, die kennen Fokke ongetwijfeld. Ja. Maar kan je, stel je komt nu iemand tegen en die zegt die Fokke, ik ken die niet. Kan je hem eens omschrijven of een beeld schetsen? Wel, het is een, het is sowieso een yo-yo. Qua gewicht. hij komt, dacht ik, uit Zeeland, maar woont ondertussen ook al 20 of 30 jaar in Antwerpen. Ja. En dus... En het is... Het is een Nederlander in de zin van hij is heel recht voor de raap. Ja. Wat wij in België natuurlijk niet zo heel gewoon zijn. Dus dat komt soms al wel eens intimiderend over. Ja. Daarbij dan nog zijn imposant figuur en dan het feit dat hij op gebied van comedy echt wel de naam is, zal ik maar zeggen, de comedykenner van Vlaanderen, toch zo wordt gepercipieerd. En dat is dan natuurlijk heel indrukwekkend als je daarmee een gesprekskanaal wilt gaan. Ja, en daar moet ik ook nog bij zeggen... Fokke komt ook heel vaak heel chagrijnig of nors over. Klopt, de werkelijkheid is dat het een ontzettend aardige vent is. Zeker wel, zeker. En ook heel veel dingen ondersteund heeft en comedians ondersteund heeft. Maar hij komt inderdaad nogal indrukwekkend over. Dus jij dacht, oké... Ja, ik heb genoeg pintjes op, nu durf ik hem aan te spreken. Dus ik zeg tegen Fokke, het is heel simpel. Jij gaat hier een Urbanus Tribute Night doen en ik zie op die affiches alleen maar namen van comedians staan. Ik zeg, je hebt iemand nodig die zijn liedjes komt zingen ook. Ik wil dat graag komen doen. Oh ja, dat is goed. Kom maar af. Oké. De volgende dag besef ik wat ik gedaan heb. En, dus ik bel hem terug. Ik zeg, we hebben daar gisteren wel over gehad, maar ik kende hem niet, dus ik weet niet hoe... Maar fucking is effectief iemand... Als hij zijn woord geeft, dan is het zo. Als hij zegt van zo is het, dan is het zo. Ja. Dus effectief, die zondag stond ik daar. En nu moet ik zeggen, ik heb altijd wel heel veel Urbanus liedjes gespeeld, ook op familiefeestjes. En dat was zo mijn go-to op... je kent dat wel als je zo met een hoop muzikanten samen zit en de gitaar gaat rond en zing die zijn liedje, zong ik altijd Urbanus liedjes. Dat was zo mijn go-to. Ik heb ook leren gitaar spelen eigenlijk door Urbanus liedjes te spelen.
Wat tof. Even een korte terzijde. Maar ja. ik ging ooit op gitaarles. En want ik moest een instrument leren van mijn ouders. Ik denk dat ik een jaar of 10 of 11 was. En dat was dan gitaar. Dat leek me wel wat. En ik weet dat we contact hadden met een gitaarlerares bij ons in de buurt. En dat mijn vraag ook was, als ik dan les heb, kan ik dan uiteindelijk liedjes van Urbanus spelen? super. Ja. Ja, ik kan de liedjes wel spelen, maar ik kan echt totaal niet fingerpicken zoals hij het doet, want zijn fingerpicking techniek is echt wel... ik strum gewoon. Ik speel gewoon akkoorden en ik blijf een drummer. Hè. Het ritme is belangrijker dan de noten. Een uitspraak die ook op je seksleven van toepassing zou kunnen zijn. Maar goed. Dus jij had je aangemeld. Uiteindelijk, lang verhaal kort. Dat was een heel leuke avond. Fokke kwam achteraf naar mij van, hey, je hebt een leuke timing op podium en mimiek en dat werkt keigoed. Dus er werd best wel wat gelachen met liedjes die uiteindelijk iedereen wel kent. Volgende week is er een Sinterklaasfeestje in de Joker. Wil je dan een paar liedjes komen zingen? Oké, ik liedjes geschreven dan voor het Sinterklaasfeestje. Gelijk zelf al liedjes geschreven? Ja. Wow. En dat was dan de brief aan Sinterklaas. Hè? Het jonge mannetje die de brief schrijft naar Sinterklaas en dat op muziek gezet. Ik heb het eigenlijk nooit meer gedaan daarna, denk ik. Maar, weer een heel leuke avond waarop dat Fokke naar mij komt en zegt, kijk, woensdag is hier een open mic, jij komt hier 8 minuten doen. Zoals Fokke kan meedelen zoals dat je iets komt. Fokke, inderdaad, ja. Dus stond ik daar en ik had dan 4 liedjes voorbereid en dat waren wel liedjes die ik al had, zoals ik al iets op familiefeestjes een liedje kwam zingen. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb daar eigenlijk maar 2 van de 4 kunnen spelen in de 8 minuten. Hoewel ik totaal nog geen binteksten had. Ik was maar iets uit mijn nek aan het lullen, maar het werkte wel. En want dan, als de open mic gedaan was, is Fokke naar mij gekomen en zei hem van, zeg, het is eigenlijk nog nooit gebeurd, maar zou jij een bisnummer willen doen? Dus op mijn allereerste open mic, want hij wist dat ik meer liedjes had. Ja, hij wist dat ik meer liedjes had dan dat ik had kunnen doen in mijn 8 minuten. Dus hij zei van, ja, speel die andere ook gewoon nog even. Oh, wat goed. Ja, dat was super. En die avond was Bob, onze goede vriend Bob van Bone Bookings. Bone Bookings, ja. Die was daar die avond ook. En impresariaat. Ja, impresariaat. Wat inmiddels niet meer bestaat. Maar. Ja, inderdaad. En die heel gespecifieerd was op het kleine circuit. Hè, de cafés, de jeugdhuizen. En dus die zei dadelijk tegen mij van, hey, morgen zijn de donderdag na die woensdag, heb ik hier een optreden in de spiegeltent in Hoboken. Heb jij zin om daar 10 minuutjes te gaan doen? Onaangekondigd. En ik zo, ja, oké, als we dan toch bezig zijn, zullen we maar doen. En dus ik daar naartoe. En dat was dus een optreden met, als ik het goed heb, Bart Kannaerts, Thomas Smit, Steven Mailleux was MC. En Bert Gabriels. Ook in die tijd al best een hele stevige line-up. Zeer zeker. Nu, Thomas Smit was nog niet de TV-Thomas Smit van later. Dus qua bekendheid, maar qua métier wel al een heel sterke. Heel goede line-up, ja. Bert Gabriels was dan de bekendste op dat moment, omdat hij op tv kwam met Zonde van de Zendtijd. Op dat moment een satirisch tv-programma. En ik mocht daar dan 10 minuutjes gaan doen. Ik ben toen opgekomen. Ik heb mij geëxcuseerd dat ik er was, want ik stond niet op de affiche. Ik heb mij altijd een lekkere binnenkomen. Ja, zeker. Ik heb me geëxcuseerd dat ik geen comedian was, maar een singer-songwriter. Want ik dacht, dat wordt grappig als dat achteraf blijkt dat ik toch comedian ben. En dus mijn allertweetste optreden ooit is enorm fout gegaan. Iedereen zat er echt met de armen gekruist naar mij te kijken. Ik had
clues in die liedjes waarvan dat ik heel mijn verdere carrière altijd een lach, meestal zelfs een applaus op kreeg, dat op die moment gewoon krekels en ik denk zelfs dat er tumbleweed voorbij kwam op het podium. ik ben er redelijk zeker van. En dat was dadelijk zo. Ja, je weet hoe dat gaat. Je doet je eerste optreden. Dat is fantastisch. En oké, ja, dadelijk een tweede. En dat loopt dan zodanig de soep in. Ja. Een vriendin van mij was mee. Die heeft dat gefilmd. Ik heb het nooit durven herbekijken. Ik moet het nog wel ergens liggen hebben, maar ik durf het niet. Want als ik nu zelfs optreden... Ik heb toen regelmatig optredens gefilmd om wat bij te leren, ja. Om jezelf een beetje te leren kennen op het podium. En de filmpjes van de optredens waar ik toen heel tevreden over was, zelfs die kan ik niet meer aan. Omdat ik ondertussen natuurlijk al geëvolueerd ben. Ja, dat is heel herkenbaar. Dus laat staan dat ik dan nog eens zou durven terugkijken. Maar... Waarom ging het mis? Kan je dat terughalen? Wel, ten eerste omdat ik geen autoriteit had op het podium. Omdat ik mij al excuseerde van in het begin, waardoor dat iedereen zoiets had van, ja, inderdaad, wat kom jij hier doen? En het was sowieso ook een niet zo makkelijk publiek. Die stonden daar, ja, ze hadden echt met de armen gekruist, zo van, je denkt dat je grappig bent, bewijs het maar. Waardoor ik natuurlijk als een pudding in elkaar zakte en mijn zelfvertrouwen samen met de sfeer het havenpad koos. en ik gewoon stond te sterven op het podium natuurlijk. Ja. Oh, maar oké. In mijn herinnering is het zelfs zo erg dat ik me echt niet kan inbeelden hoe ik ertoe gekomen ben om nog een derde optreden te doen. Ik weet echt niet meer wat dat derde optreden was, waar dat was, hoe snel daarna dat was. Maar blijkbaar heb ik het wel gedaan. Want ja, wat ik wilde inderdaad vragen, hoe is dan de show daarna gegaan? Als je eerste paar optredens met covers en wat aanpassingen allemaal zo lekker gaan dat je direct een nieuw optreden moet doen. Ja. En dat is de eerste echte, zeg maar. Het enige wat ik me kan inbeelden, wat ik me nog wel herinner, is dat ik, zoals ik zei, ik kwam op en ik verontschuldigde me en dit en dat. En ik had eigenlijk een heel... Mijn eerste twee minuten waren een beetje gestamel zonder grappen. Want eigenlijk had ik ook geen grappen. Ik had vooral die liedjes. Ja. Dus ik had over mijn bindteksten ook nog niet echt nagedacht. En over dat praten op zich was ik eigenlijk ook wel wat onzeker. En toen die avond, dus mijn tweede optreden, als toen Bart Cannaerts opkwam, die begon dadelijk met een liedje. En daar had ik wel zo'n soort van aha-erlevenis van, juist, ik moet een intro-liedje hebben, waardoor ik mij op mijn gemak voel. Dat ik kan opkomen, een liedje beginnen zingen, en dan ben ik... Dan ben ik al bezig. Dan zijn we 2 minuten, 3 minuten verder vooraleer ik moet beginnen praten. En dan ben ik al gerustgesteld. Ja. En wat ik me nu opeens bedenk, omdat het voor mij vanzelfsprekend is. Jij hebt natuurlijk ook gewoon als stage persona het uiterlijk van een cowboy. Ja, ik sta daar met een hoed, met laarzen. Ja. En een buik tot aan het Wilde Westen. Klopt. Dat had je daarvoor ook al vanuit de muziek, toch? Of niet? Want de band die net gestopt was vlak voordat ik met de comedy begon, die heette ook Johnny Trash. Dus dat was The Legendary Johnny Trash and His Amphetamine 4. Ja, en die waren met drie. Dus dat was de gast. Er heeft altijd al wel een, ik zal niet zeggen goeie, maar er heeft toch altijd wel humor gezeten in al wat ik gedaan heb, muzikaal ook. Maar denk je, bij een band, en ik speelde vroeger in een punkbandje, wij hadden ook altijd gewoon totaal rare pakjes aan het podium en dat was ook altijd lang leven de lol. Ja. Met een band kom je natuurlijk op en is het veel geaccepteerder volgens mij met, oh, dit is blijkbaar hoe je eruit ziet of wat je uitstraalt of je hebt... Vooral ook comedy... omdat de muziek die wij speelden was heel rockabilly, country, blues, dus dat past dan precies, niet. Precies, dus iedereen snapt automatisch wat dat is. Denk je dat dat
in ieder geval toen je misschien daar minder bewust van was, hoe je dat binnen je comedy toe kon passen, dat dat zeker bij bijvoorbeeld zo'n optreden tegen je heeft gewerkt? Dat mensen ja, ook dat dachten, wat staat daar nu voor? Ja, waarom heeft hij... Vooral omdat er voor de rest ook niks over gezegd wordt. maar wat ik me toen bedacht heb, is... ik ben ja, blijkbaar een geniale zet, zonder dat ik het zelf wist. Ik heb dan inderdaad een introliedje gespeeld, geschreven. En dat geschreven op de tonen van Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Ja. Waardoor ik kon opkomen en op zijn Johnny Cash zeggen van... Hello, I'm Johnny Trash. En dan begon... Down, 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 down. En dan waren we vertrokken. En dan had iedereen die link meteen door met die cowboyhoed en weet ik veel wat. Ja. Zonder dat ik het zelf besefte, heb ik dat probleem opgelost. Ja. En weet je zei al, dat derde optreden wat daarna kwam, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee. Weet je wel nog, want dit kreeg je ook nog gewoon in de schoot geworpen vanuit een impresariaat. Ja. Weet je nog wat de reactie van Bob was? Is daar een reactie op gekomen? Of? Op dat tweede optreden bedoel je? Ja. Van Bob zelf weet ik het niet goed meer, maar ik weet wel dat Thomas en Bert en Bart Kanaars, dat die in de coulissen enorm lief waren voor mij. Dat was echt wel van, ja, maar oh, dit is je tweede optreden. Natuurlijk dat sukt, dat is bij iedereen zo. Wat ook zo is. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat was wel inderdaad een ja. Ja, maar goed, in ieder geval goed genoeg om wel door te gaan. Want je bent daarna blijven spelen, ook lang via Bob, tot aan Bone Bookings stopte. Ja. Je zei al, Bob die zat natuurlijk vooral in het klein circuit, cafeetjes, jeugdhuizen. Wat is de meest bijzondere plek waar je wel eens hebt gestaan? De meest bijzondere plek? Ja, je komt altijd wel ergens terecht. Ik heb op kermissen voor in een tent van 2000 man gespeeld voor drie mensen die aan een tafeltje zitten aan de hele andere kant van de tent. Dat soort dingen. Maar het grappige is... Wacht even, wat was daar aan de hand? Ja, dat was ook zo. Dat was een kermis in een of ander dorpje. En ze hadden zich dan toch maar voorgenomen van... Ah ja, de tent staat hier drie dagen... De zaterdag is het groot bal en de zondag is het, weet ik veel wat, slagernamiddag of zo, of kinderanimatie. Maar ja, de vrijdag staat die tent er ook al. We kunnen daar toch iets mee doen. Weet je wat? We organiseren een comedyavond. Vindt iedereen leuk? En ik stond daar volgens mij ook alleen als enige comedian. Dus dan was ik wel al even bezig, want dan moest ik daar toch een uurtje vullen, denk ik. en dan kom je daaraan en er zitten van die lange houten banken, zo, van die parkbanken eigenlijk. En die staan allemaal van achter, zodat het volk van voor kan komen rechtstaan voor het podium. Maar er was geen volk, dus iedereen bleef aan die tafel zitten. Dus alle drie man was misschien een beetje overdreven. Ik snap nu wat je... Ik dacht dat je bedoelde, je stond in een tent waar 2000 man in stond, maar de enige die luisterde waren drie man achterin. Het was een tent met een capaciteit van 2000 man. Ja, mijn excuses. Ja, dat maakt het nog veel sneuier. Ja, zeker wel. Zeker wel. En dan kwamen ze op een zeer moment, met kaartjes om verzoekjes te doen. Dus dan hadden ze ook bierkaartjes, verzoekjes. En dan kreeg ik zo een liedje van Clouseau en zo aangevraagd. Serieus? Dat is helemaal niet wat ik doe. Ik kan dat ook niet. Hadden ze me nu nog Urbanus gevraagd, had ik er niet nog een liedje van kunnen spelen. Ik wou zich zo Clouseau aanvragen en zo van, ja, nee, sorry, dat zit niet in het repertoire. Oh, wow. Maar dan moet ik wel zeggen, voor Bob heb ik dat soort
locaties weinig of nooit tegengekomen. Dat waren meestal de optredens die ik dan zelf boekte naast hem door. En omdat Bob had geen exclusiviteit en er was altijd gezegd van ja, als je zelf optredens kunt vinden, ja, dan kunnen ze vinden. Hè. Ja, en... Wat ik ook altijd heel, heel fijn vond bij Bob, want ik heb zelf ook veel voor gespeeld. Ja, voor daar Bob hebben we elkaar leren kennen ook. Hè, ja. Wat ik altijd heel fijn vond en waar ik verbaasd over was ten opzichte van een paar vergelijkbare kleine boekers zeg maar, in Nederland, of in ieder geval die in hetzelfde circuit opereren. Ja. Want Bob was niet klein volgens mij qua hoeveel die deed, want hij deed heel veel shows. Klopt, ja. Was dat hij wel ook een hele duidelijke... lijst dat zeg maar waaraan een optreden moest voldoen. Ja. De toog moest gesloten zijn, of de bar moest dicht zijn. Mensen moesten zitten. Er moest dit zijn, er moest dat zijn. En heel fijn, en voor Nederland opmerkelijk, er stond altijd in het contract dat er warm eten voor de artiesten voorzien moest zijn. Ja. Kom daar maar eens op in Holland. Ja, inderdaad. En we waren ook contractueel, als het via hem ging, waren wij dus ook niet verplicht om op te treden als er minder dan 30 man publiek was. Ja. Dat stond ook in zijn contracten van om een minimum aan sfeer te hebben, moet er minstens 30 man aanwezig zijn. Ja. Wat deed jij als er minder dan 30 man was? Ik heb altijd gespeeld. Ja, hè? Ja, ik heb altijd gespeeld. Ik heb ooit opgetreden in, ik denk dat dat in Brugge was, dat die jongens van Independent Comedy, dat is ook zo'n... Een organisatie. Dat zijn eigenlijk een hoop comedians die niet aan de bak geraakten bij boekingskantoren. Ja. Die op een zeer moment gezegd hebben van, weet je, dan organiseren we het allemaal zelf. En die maakten dan zelf ook line-up shows en die verkochten dat dan onder de naam Independent Comedy. En die zochten af en toe wel eens een headliner. En dat heb ik een paar verschillende keren gedaan. En... dan stonden we daar in Brugge en daar was effectief, dat was een soort van dancing op een weekavond. En er waren drie betalenden. Ja, drie betalenden en daarnaast... Dat is heel weinig. Ja, en daarnaast waren we dus wel met vier comedians, geloof ik, waarvan er twee hun vrouw bij hadden. Maar één ervan had zoiets van, nee, die doe ik niet en die is terug naar huis gegaan. Dus heb ik uiteindelijk gespeeld dus voor drie... drie man publiek, twee man techniek, alleen of de barman en de technieker, en dan dus comedian en zijn vrouw en nog een comedian. Zo. Dus dat was, dat was op zich wel heel gezellig. Dus gewoon, uiteindelijk is dat knop omdraaien en spelen en we maken er een gezellige avond van. Hè? Ja, ik kan me herinneren, wij hebben ooit samen een show gedaan. En dat was volgens mij ook voor het eerst dat ik voor zo lang geboekt werd. Ja. En ik heb geen idee meer waar. We moesten volgens mij allebei drie kwartier. Of een uur. En dat er ook echt 8 man was. En jij had je zoon toen bij, die toen echt nog volgens mij net... Wat had hij geweest? 10, 11 zoiets, ja. Nee, ja. Vivienne, je moeder was ook mee. Ja, klopt. En dat die ook op de eerste rij zaten. Volgens mij had ik toen nog amper door dat het je moeder was. Ah ja, dat kan. Een van de eerste keren was dat we samen speelden. Ja, maar dat was ook dan, ja, we gaan het toch maar doen. Ja, inderdaad. Ja, ze zijn er wel meer geweest, maar ja, kijk. Moet je door, hè. En uiteindelijk is het voor een stuk ook wel een leerschool om... hoe zal ik het zeggen... om te leren doorbijten van oké, ik kom hier gewoon mijn ding doen en als het... Allee, ik vond het heel jammer, die comedian die dan zegt van, ik ga toch maar naar huis. Dan denk ik van, ja, dan zit uw hart er toch niet in of zo. Ja. Want je wilt toch spelen, zelfs al is het... Oké, als dat nu 10 keer achter elkaar gebeurt, kan ik me inbeelden dat je de 10e keer zegt van, hey... Laat het nu maar vallen. Zo. Nu heb ik er ook geen zin meer in. Maar, Als het een van de vaste spelers van Independent Comedy was, kan ik me voorstellen. Zou het wel eens... sorry. Maar ook niet. Zijn ook zo'n lieve mensen. Oh ja, stuk voor stuk zitten er hele aardige mensen. Ja, zeker wel. Dat absoluut. Nee, maar je hebt wel een punt. Ik denk dat het wel... ik denk dat het zo is. Ik weet niet of jij het met me eens bent. Er zit... iets in het hoofd van een comedian dat ook als er maar 3 man zit, dat je zegt,
Ja, ik ben het nou toch. We gaan gewoon... Ja, tuurlijk. Dat is toch zo. Maar... wat je zegt, je vindt het, je vond het leerzaam. Wat zijn de dingen die je van dat soort shows hebt geleerd die je niet al eerder uit op dat moment al ruim 20 jaar in de muziek had geleerd? Het grote verschil is, in de muziek sta je niet alleen op dat podium. En als je ergens komt de mensen niet geïnteresseerd zijn of dat er weinig volk is of weinig respons, als je dan muziek speelt, dan draai je naar elkaar en je amuseert je onder elkaar en je zegt van, oh, betaalde repetitie, allemaal leuk en fuck de rest. Maar als je alleen op dat podium staat, je hebt niemand om naartoe te keren behalve dat publiek. Dus dat is ook de reden waarom ik daar als een pudding in elkaar gezakt ben, mijn aller tweede optreden daar. Omdat ik niet de gewoonte had van daar alleen te staan. En ineens die druk op de schouders te krijgen van, iedereen is naar mij aan het kijken. En er is geen uitweg. Heeft dat lang geduurd voordat je dat door had? Ja, dat is toch allemaal langzaam aangekomen, hoor. Dat is allemaal... Hoe zal ik het zeggen? Ik heb wel redelijk snel de doorzettingsvermogen gevonden om verder te doen. Maar het heeft wel lang geduurd eer dat ik dat met zelfvertrouwen kon doen. Ik wil maar zeggen, ik was een half jaar bezig ongeveer. En een kameraad van mij die had een café in Kruibeek. En die was dicht geweest voor verbouwingen of zo, ik weet niet meer. Dus die doet opnieuw open. Putje zomer, 31 juli geloof ik dat was. En die vraagt aan mij, wil jij komen een half uurtje comedy doen? Nu, ik moet zeggen, ik heb vlak nadat ik met comedy bezig was, een enorme inspiratieboost gehad. En ik had dus, ik kon 40 minuten spelen als gebouw. Als er gelachen werd, hè. Want dat is natuurlijk ook, dat durft de tijd al wel eens inkorten als er niet gelachen wordt. Dat maar, is volgens mij inderdaad in het begin van je carrière dat je inderdaad... kan zeggen, nou, mijn set duurt 28 minuten, maar als het echt lekker gaat, wel 32. Ja, inderdaad. Maar ik had wel wat liedjes bijgeschreven en zo. En ik dacht, ja, dat ging werken. Maar natuurlijk met heel de regelgeving van Bob Bonebookings in mijn hoofd. Tegen die kerel zegt van, ja, het is wel, hè, het is eigenlijk wel het leukste dat er mensen inkom betalen. Ja, nee, het is de heropening van het café, het zijn gewoon de vaste klanten, ik kan geen inkom vragen. Ah ja, oké. Okay. Ja, is het een afgesloten ruimte? Nee, het is gewoon in het café natuurlijk. Ja, de mensen zitten op terras of zitten in het café. Oké. Okay. Maar er is toch licht. Ja, het licht hoeft niet, hè, want het is toch overdag en het is in de hoek van het café. Er is ook geen podium. Alles. Dus ik zeg tegen hem, ja, kunnen we dan toch op de een of andere manier aan die mensen duidelijk maken dat ze stil moeten zijn tijdens het optreden, dat ze gewoon luisteren? Ja, dat is toch moeilijk, want ja, ik kan toch moeilijk zeggen tegen de mensen van... Ik weet niet waarom, maar deze denkt van, ik kan dat. Ja. Het komt wel goed. Dus ik ga daar naartoe en er is dus... Uiteindelijk heb ik keiveel geluk, want die dag enorm goed weer. Iedereen zit buiten op het terras. Optreden gaat binnendoor. Hij stelt nog op een zeer moment voor van, zullen we het optreden buiten doen? Ik zeg, nee, laat dat maar binnendoor gaan. Wie geïnteresseerd is, komt wel naar binnen, komt luisteren. En alles oké. Okay. Goed. En dat gebeurt effectief ook zo. Dus ik begin te spelen. De mensen die het willen horen, komen naar binnen. En die luisteren. En die zijn stil. Nu, af en toe komt er natuurlijk iemand binnen om te bestellen, die op het terras zit. En de toog is binnen natuurlijk, dus ze komen binnen bestellen. Maar die zijn ook wel een beetje onder de indruk van die stilte. Dus die gaan naar de toog en zeggen van, ja, twee cola's en een pintje, alsjeblieft. Waarop de cafébaas, twee cola's en een pintje, komt in orde! Dus ik had daar geen weerwerk voor. Ik wist niet hoe moet ik dit aanpakken zonder sympathie te verliezen natuurlijk. En
ja, op een zeer moment gebeurde het weer. Hè. Twee kolos en een pintje komt in orde. Waarop ik in de micro zeg... Maar ik heb geen twee pintjes en een cola. Waarom vraag jij dat heel de tijd? En dan sloeg hem zijn hand op zijn mond. Want, oei, sorry. Hij had totaal niet door dat hem zelf uiteindelijk de enige lawaaimaker was. En de laatste 5 minuten van het optreden heeft hij dan ook gewoon gezwegen. Toen ging het goed. Helaas waren het al de laatste 5 minuten. En eer dat ik dan ja, de juiste respons vond. Wouter Heer, als je dit een leuke podcast vindt, vergeet dan niet te abonneren. En delen met je vrienden op Twitter, Insta, Facebook of weet ik waar. Of, nog leuker, word crewmember van het jongerencentrum Elektra. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Want als crewmember ontvang je consumptiebonnen die je bij een show van mij in kunt leveren voor een drankje. En je krijgt toegang tot de exclusieve Elektra podcast. Dat zijn extra afleveringen van Elektra waarin ik met verschillende soorten artiesten praat over mislukte shows. En soms zet ik er ook bonusmateriaal in, zoals bij de aflevering van Martijn Cardol. Wil je ook bij de crew horen of eenmalig een bijdrage leveren? Ga dan naar petje.af/elektrapodcast en regel het vandaag nog met Ideal of Bankcontact. petje.af/elektrapodcast dus. Oké, terug naar Johnny. Je hebt natuurlijk een aantal jaar geleden meegedaan met Belgium's Got Talent. Ja, en uiteindelijk klopt, ja. De finale gehaald. Ja, derde geworden uiteindelijk, dus dat is wel leuk. Achter een jongen van 11 met een xylofoon. Ja, dat kun je niet tegen winnen. Maar dat is een Limburger ook. Tegen Limburgers kan je niet winnen. Limburgers met een xylofoon. Nee, maar ja, je had wel de finale. Dus hartstikke mooi. Ja, ja qua exposure. En dat is wat ik wou. Hè. Qua exposure was het perfecte. Ja, precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat daar, of misschien op een ander moment in je carrière, juist omdat je natuurlijk Johnny Cash, de cowboy bent, met een bepaalde look en een uitstraling. Je hebt daar natuurlijk ook je voorrondes bij, je halve finales. Er zit daar ook een zaal die gewoon schattige kinderen met een xylofoon willen. Ja, klopt. Ja. Is daar of ergens op andere plekken wel eens tegen je gekeerd dat je met zo'n imago binnenkomt, zeg maar? Goh, niet zozeer met dat imago, maar wel dat je op een zeker moment op de verkeerde plaatsen wordt geboekt. Omdat je uiteindelijk, zei die cowboy met zijn gitaar, die liedjes zingt. En niet de comedian Johnny Trash. Ja. Dan worden geboekt op plaatsen waar dat ze eigenlijk verwachten van, oh ja, die komt gewoon wat liedjes zingen. En er was, ook ergens in het Antwerpse, hè. Vlak na die Belgium's Got Talent werd ik geboekt op een foute avond. Dus de foute avond was Sam Goris. Ook in Nederland wel bekend, denk ik. Schoonzoon van Jean-Marie Pfaff. Die bij de Pfaffs mee in die serie zat. Charmezanger. Ja. Zo'n beetje, charmezanger. Ja, ja. Ja, volkszanger noemt het hier. Maar. Ja, vol volkszanger en ambiance. Ja. En, ja, voilà. Dus die moest optreden. Als hij gedaan had, dan kwam ik. En als ik gedaan had, dan kwam Philip Geubels en de Foute Ronnies, wat een DJ-trio was. Dus Philip kwam ook geen comedy doen, stond daar gewoon als DJ. Waarom zou je geld betalen om Philip Geubels te boeken en hem dan geen comedy laten doen? Geen idee. Geen idee. Maar dat was zo'n beetje, ja, een Hij wou wat anders doen dan enkel comedy, zeker. Dan ik ga wat DJ'en mensen er ook wel op afkomen. En vooral foute plaatjes draaien. Hè? De alle foute disco en weet ik veel wat al. Ja. Dus het kwam erop neer. Sam Goris is aan het zingen en er is best wel wat ambiance. Maar Sam Goris moest ook zo vroeg staan, omdat hij achteraf nog ergens anders ging optreden. Dus Sam Goris heeft gedaan en de zaal loopt leeg. Want die gaan allemaal de bus in naar Sam zijn volgende optreden. De mensen die er nog overbleven, ja, die waren er dan eigenlijk voor de foute party.
En ik stond daar dan van comedy te doen voor ja, ook een tiental mensen die verspreid over die zaal. Ja, de grote, dat was zelfs een cultureel centrum volgens mij ergens in het Antwerpse, waar dat ze dan de zitplaatsen zo tegen de muur gerold hadden, waardoor het één grote dansruimte werd. En ik sta daar voor een paar tientallen mensen die zo aan staattafeltjes... En ik weet dat je daar ook een enorme fan van bent. Ik haat staattafels. Het is die zo aan staattafeltjes zo wat staat te praten bij elkaar. Ik heb dan ook puur op karakter gewoon mijn ding gedaan. En dan natuurlijk dan kort ik mijn binteksten wat in, of mijn comedystukken bind ik wat in, en dan zing ik een paar liedjes meer en that's it, hè. En dan, puur op karakter doen we dan verder, hè. Oh. Maar dat soort dingen heb ik wel veel gekregen. Wel, ik kreeg toen ook heel veel aanvragen voor communiefeesten en zo, en vrijgezellenfeesten en dat soort toestanden, maar dat heb ik allemaal gelukkig geweigerd. Ja, het wordt dan toch niet de drang groot, en misschien is dit de Hollander in mij hoor, maar om te zeggen, nou ja, ik heb nu gewoon die 15 minutes of fame gehad, fuck it, ik ga even een jaar lang ram ik al dat soort shows er doorheen en ik zet mijn bankrekening goed vol. Ja, ik heb op een gegeven moment wel een band opgestart met dan mijn comedy liedjes. Om dan die liedjes met een band te kunnen brengen. Maar dat werkte niet. Er was geen animo voor, zal ik maar zeggen. Maar voor het product van de band niet? Of omdat voor de band dan ook het tarief omhoog ging, denk ik? Ja, het tarief ging sowieso omhoog. Dat wel. Maar ook gewoon omdat de... Mijn liedjes zijn leuk textueel, maar het is niet een soort van ambiance muziek of zo. Dus het is niet dat je kan zeggen op een feestje, hey Johnny Trash komt, dan wordt hier dikke feest, we gaan allemaal polonaise en bier zuipen en meezingen. Ja, nou ja, de muziek ligt onder de teksten, maar het gaat om de teksten en de grappen in de teksten, ja, natuurlijk. Klopt. En daar liep het dan een beetje fout. Dus ondanks het feit dat het dan wel met een band was en dan wat alternanter, hoe zeg je dat? Wat sfeervoller werd of makkelijker om dansbaar, ja. Was het toch nog altijd niet wat de mensen dan zouden verwachten dat ik zou doen. Ja, oké. Okay. Ja. En is die foute party, is dat de plek waar je ooit het meest verkeerd terecht bent gekomen? Of ben je ook wel eens per ongeluk op zo'n communiefeest terechtgekomen dat je daar pas ontdekte, oei, het is een communiefeest. Ja, verkeerd terechtkomen. Mijn grootste frustratie is een optreden van vorig jaar, mei vorig jaar. Ik heb 2 jaar geleden opgetreden in een metalkroeg in Diest. Dat was vroeger een blueskroeg, daar kwam ik regelmatig. Toffe locatie, zo houten vloer, houten podium, tof. En die cafébaas, hele toffe mens, die belt mij op. En zegt van ja, ik ga een barbecue doen voor mijn huwelijksverjaardag met kameraden en weet ik veel wat. Wil jij komen optreden? Misschien dat ik op die moment inderdaad in zo'n periode zat dat ik dacht van oké, elk optreden telt. ik zal het maar doen. En dus ik kom daaraan en een 15-tal mensen rond de tafel, barbecue aan het eten. Barbecue is gedaan, ik het podium op en ik begin te spelen. En daar zit natuurlijk de ene local jokel in het publiek, de grappigste van de hoop van mijzelf. Even voor je verder gaat. Ja, ja. Wat gaat er door jouw hoofd als je daar aankomt en je weet al, dit zijn 15 man die elkaar goed kennen, die hebben een barbecue, ja. Daar is al bij een kroeg. Die gaan sowieso al een leuke avond hebben, ongeacht wat jij wel of niet doet. Dat klopt. Dat klopt. En het ding is, het was niet de eerste keer dat ik zoiets heb aangenomen.
En het kan altijd twee kanten uit, maar het is nog nooit falikant afgelopen. Het is altijd al... Want dat is het natuurlijk het voordeel. Ik doe geen pure comedy, ik heb ook die liedjes. En ja. Die liedjes geven de mensen, hoe zal ik het zeggen, ook een soort van rustpunt. Dat is het moment dat ze al eens heel even iets tegen elkaar kunnen zeggen. Ook niet te veel, want ze moeten ook wel naar de tekst luisteren natuurlijk. Maar allee, hoe moet ik het zeggen? Moest ik puur stand-up doen, zou dat veel moeilijker zijn, denk ik. Ja. Dat soort het is een ander soort aandacht die je geeft. En het is natuurlijk minder confronterend dan als je als comedian uitstraalt. Hey, nu ben ik 20 minuten aan het praten en jullie moeten gewoon 20 minuten je kop houden. Ook al zijn jullie al 20 jaar beste kameraden en hebben jullie geen idee wie ik ben. Nee, ja, dat klopt. Okay. Dat klopt. En dan is er dus de ene grappige, de man die zichzelf het grappigst vindt. En die begint natuurlijk erdoor te roepen en van alles, op alles commentaar en weet ik veel wat. Maar op de een of andere manier slaag ik er dan toch in om die duidelijk te maken van, we gaan dit niet doen. Zo van, het is goed, hè, je hebt die woordelijke gat, hè, shut up. En dat ging redelijk. Dat was oké, okay, dat was niet super. Dat is niks dat ik heel graag elke 6 maanden wil doen. Maar ik kreeg toch de vraag om dat 6 maanden later toch nog eens te doen. Ik vond het wel een specifieke tijdsperiode. Maar ja, ja. Alweer later, dus, weer de vraag. Dus ik weer naar daar. Alles oké, okay, we beginnen eraan. Maar de local jokel was er ook weer natuurlijk. En ik spreek hem er op voorhand al een beetje op aan. Van ja, vorige keer, man, waren jij wel een beetje te hard aan het gaan. Hè? Dus niet erg dat je af en toe een keer iets roept, maar het mag, hè, het moet binnen de perken blijven. Ja, geen probleem. Ik heb het wel begrepen na vorige keer en dit en dat. En nu, wat was het probleem? Het was niet 100% hetzelfde publiek deze keer, want die local jokel had zijn vrouw meegebracht. En wat bleek? Hij was de stille thuis. Alles, maar ook alles wat ik zei, herhaalde zij. Het laatste woord, de twee laatste woorden. Zonder reden. Niet, geen alleen ja, als ik nu zeg van alles herhaalde zij. Herhaalde zij? Zo, op die manier. Oh, dus dat soort mensen. Oh, dus dat ik op een zeer moment ook vroeg van, hey, is uw vader een papegaai of zo? Wat is er fout gelopen? En op een grappige manier proberen aan te pakken, want ja, ondertussen heb je al wel het metier van hoe dat je mensen eventueel kunt proberen tot zwijgen aan te manen. En dat bleef maar gaan, dat bleef maar gaan. Op een zeer moment heb ik me echt kwaad gemaakt, wat ik zelden doe. En dan zweeg ze even. En een minuutje later was ze terug bezig. Dan ben ik... ik heb altijd zo mijn notaboekje bij. Zo, voor ideetjes in te schrijven. Waar ik ook af en toe mijn setlist. En ik moest toen een andere setlist doen dan de 6 maanden ervoor. Dus ik had opgeschreven wat ga ik allemaal doen. En ik heb dat boekje gepakt. Ik heb dat naar haar kop gesmeten. Ondertussen was haar man al zeer strategisch naar het toilet gegaan en niet meer teruggekomen. Die was ook al 10 minuten weg op dat moment. Die zag de bui al hangen. En dan ben ik naast de microfoon beginnen roepen naar dat mens. Van, hoe is dat mogelijk dat je zo lomp bent en dat je niet beseft wat dat gaat doen? En echt, maar buiten mijn zinnen. Echt waar, die heeft mij zo ver gedreven dat ik... Ik heb achteraf schaamde ik mij ook enorm, want ik ben gestopt met roepen, ik ben alles beginnen inpakken en ze van en heel die zaal stil natuurlijk, heel die zaal, die 10 mensen die aan die tafel zaten, zo stil van, ja, wat, oei, hij meent het. En dan, ja, ik zeg het, ik schaam me dan wel dat ik zo de pedalen ben kwijtgeraakt, maar die heeft mij daar op een manier... het bloed van onder de nagels gekregen, dat ik dacht van...
En dat is dus een jaar geleden, hè? Pas op. Hè? Dus het is niet dat dat het begin van mijn carrière is. Dat is effectief. En dus achteraf, ik ben aan het inpakken. Ik had ook mijn eigen zanginstallatie bij en zo. Dus ik moet die boksen allemaal terug de auto in. Komt ook nog? Ja. Het was niet gewoon inpakken en wegwezen. Het was effectief lang inpakken. En dan komt die cafébaas naar mij van... Ja, sorry, zegt hem. Deze vond ik ook erover. Ja... Waarop ik dan denk van, ja, zeg dan zelf iets. Het zijn uw vrienden. Zo, weet je. Ja. Maar nee, ik wil niet dat er slecht bloed is tussen ons. We gaan dat gewoon opnieuw doen. 29 december, zegt hem, gaan we opnieuw... die een datum heb ik heel lang in mijn hoofd gehad van, oei, 29 december, die ken ik echt ook van buiten. Gaan we dat opnieuw doen? Ik wil niet dat er kwaad bloed tussen ons is. Oké, dus 29 december kwam eraan en ik liet niks van mij horen. Ook echt gegaan. En ik hoorde hem ook niet. En ik dacht, laat dat maar stilletjes passeren. En 29 december is gepasseerd en er is wat mij betreft ook geen kwaad bloed meer. Ik ben er wel over, maar ik ben ook wel blij dat ik niet meer ben teruggemoeten. Oh, wauw. Maar hoe lang was dit... Ik kan me inderdaad voorstellen, zeker bij zo iemand, en je maakt, weet je, je maakt eerst gewoon een keer een grapje en dan word je wat onaardiger en je wordt wat duidelijker. Ja. Hoe lang in het optreden was dit voordat je gewoon Ik denk dat ik in totaal 20 minuten gespeeld heb van de 40 die ik had moeten doen. Ja. Waarvan de laatste 10 eigenlijk puur liedjes ook waren. Want iedere keer als ik probeerde iets te zeggen, dan kwam ze ertussen. Haar man was dan al naar het toilet. Die was al gevlucht, ja. Want die zag de bui al hangen. En proberen van dan toch zo... Maar ja, dat is wat, elke wat, keer hoeveel, weer uzelf mensen... Uzelf proberen opkrikken. Zo van kom aan, nee, we gaan er hier nog een plezante avond van maken. Zo, ja, hey, bla 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 bla. Oh shit. Dat is echt zo die wisselwerking in uw hoofd. En wat is op zo'n moment vervelender? Dat je zelf merkt, ik heb nu de controle niet meer. Ik kan dit niet meer naar mij toe draaien. Of de boosheid dat zo'n vrouw door blijft gaan? Het vervelendste is de onmacht. Ik voelde me echt terug de beginner die geen idee had hoe ik dat moest aanpakken. Ik ben er nog altijd zeker van, want het is ook niet mijn stijl om mensen te kakken te zetten. Er zijn comedians die dat misschien ook niet hun stijl is, maar die dat wel kunnen op een manier. Mm-hmm. Een Bas Birker bijvoorbeeld kan mensen op een... Ja... te kakken zetten op een manier dat ze echt wel beseffen van, oké, dat ze ofwel kwaad weglopen, ofwel gewoon zwijgen, maar dat de rest van de mensen het nog altijd wel leuk vindt. Ja. En dat is iets wat ik blijkbaar niet kan. Denk je dat het ook misschien komt door je uitstraling? Want ik zei, en zeker voor mensen die jou misschien nog nooit hebben zien spelen... Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk de uitstraling van een stoere cowboy met laarzen en lang haar en weet ik wat. Maar ook heel erg de uitstraling van gewoon een hele sympathieke gast. Ja, die met iedereen die avond een pintje kan gaan drinken en een topavond heeft. Dus dat kan me voorstellen dat het ook heel ongemakkelijk voelt voor het publiek. Maar ook voor jou, als je dus effectief op je strepen moet gaan staan. Ja. Ja, dat is zo. En dat is iets wat ik niet zo heel goed kan. En ik ben er dan al wel in geslaagd door de jaren heen om dat meer en meer gewoon met een kwinkslag te doen. En als je dan iemand hebt die begrijpt wat dat je bedoelt, of als je... Bijvoorbeeld, hè, die opmerking die ik dan maak van ja, is uw moeder papagaai, dat kreeg een iets te harde lach van de rest van het publiek. Waardoor dat de persoon die aangesproken wordt meestal beseft van oei. Ja. Iedereen is het eens met die man op het podium. Ik zal maar zwijgen. Maar dat was hier ook niet het geval. En op een zeer moment is uw arsenaal aan trucs is op. Ja. En het enige wat je nog hebt, is een boekje waarmee dat je kunt gooien. En dat is het.
Heeft zij dat boekje teruggegooid? Wat deed zij toen een boekje naar de hand gooide? Zij is dan verstijfd op haar stoel blijven zitten. Ze zat ook een beetje naast het publiek, want dat was ook, dus eigenlijk vlak voor het podium stond één lange tafel, zo een beetje Asterix en Obelix tafel, zo, waar iedereen aan het barbecuen was geweest en die zaten dan aan de tafel. En zij zat samen met haar man daarnaast aan de toog van het, want die was in het café zelf, van de eigenaar. Dus die zat zo aan de toog, omdat die van achter aan de tafel zaten, waren die wat korter bij komen zitten aan de toog. Maar daardoor was die echt al fysiek ook afgezonderd van het publiek. Ja. Dus het was een heel rare situatie. Wauw. zeg dat wel. Ik vind het vooral grappig, omdat ik ken jou denk ik sinds 2010, dus in ieder geval 10 jaar. Ik kan me niet herinneren dat ik jou ooit boos of meer dan licht geïrriteerd heb gezien. Nee, maar ik heb daar ook weken slecht van gelopen. Echt weken dat ik mezelf slecht voelde van hoe kan het nu dat ik daar zo ver in ben gegaan? Hoe kan dat ik me zo heb laten gaan? Dat ik niet de controle meer had. En dit is nu een jaar geleden, maar stel, jij staat morgen bij wijze van spreken terug in die kroeg of in een andere kroeg en dezelfde situatie doet zich voor. Heb je een idee wat je nu anders zou doen of anders zou willen doen? Ik denk dat ik wel meer... ik denk niet dat ik me nog zo ver zou laten drijven. Wat ik denk dat ik zou doen, is wat ik normaal gezien altijd doe, is gewoon negeren en erdoor spelen. Maar door het feit dat zij natuurlijk vlak aan dat podium zit en dat er maar 15 man in die zaal is, is zij natuurlijk een heel grote aanwezigheid. Ja. En daar heb ik mij laten verleiden om... Hoe zal ik het zeggen? Van het moment dat mijn trucs bleken niet te werken... heb ik me laten meeslepen, terwijl ik op dat moment had moeten zeggen van mijn trucs werken niet, fuck it, ik speel terug voor de rest van de zaal. Ja. En gedaan. Ja. Om even naar Johnny Cash terug te gaan. Ja. Voor de link met Johnny Cash. Die heeft natuurlijk zijn befaamde show in de gevangenis. Heb jij ook wel eens gevangenisoptredens gedaan? Ja, ja. Dus niet zo heel evident. onze goede vriend Guy Folie, ook hij is op den Bergs comedian en zeer goede vriend van mij, die had het in zijn hoofd gehaald en kroeguitbater in een kroeg waar de optredens ook niet per se heel makkelijk waren. Nee, dat klopt. maar daar zit hij niet meer tussen. Hij heeft het terug overgelaten. Hij doet nu iets met drones, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Maar goed, dat is een heel andere podcast. Niet volledig terzijde. Maar dus, die had het in zijn hoofd gehaald en zegt van, hey, we moeten eens een tournee doen door de gevangenissen van Vlaanderen. En hij had dus al die gevangenisdirecteurs gemaild van, kijk, we komen een comedyavond doen, Guy Folie en Johnny Trash. En oké, dat was allemaal heel tof. Wanneer was dit? Hoe lang waren jullie allebei bezig? Pak dat al een jaar of vijf geleden is, dat we een jaar of vijf bezig waren, ongeveer. Ja, oké. Ja, ga verder. Het was zo niet, we waren geen beginners meer, maar ook nog niet de metier van nu. Maar uiteindelijk, het gros van die optredens viel eigenlijk wel goed mee. Tot we in Turnhout kwamen. En daar hadden ze het lumineuze idee van te zeggen, kijk... er was blijkbaar weinig animo voor de comedyavond. Dus hadden ze gezegd van, kijk, als je naar de comedyavond komt... dan mag je wederhelft meekomen kijken. Dan krijg je een extra bezoekje van je wederhelft. Dus eerst een half uurtje praten aan tafel. En dan komen jullie voor het podium zitten. Podium, groot woord. Hè? Een microfoon op hetzelfde niveau onder de TL-lampen. Want ja, licht mag niet uit. Want wie weet, wat doen die jongens anders in het donker? En wat kan er allemaal niet doorgegeven worden?
Dus ja, er waren uiteindelijk 10 inschrijvingen, dus 20 mensen die kwamen kijken. Dus dat viel wel mee, dat was wel leuk. Maar ja, die waren natuurlijk vooral geïnteresseerd in hun bezoek, ja, en niet zozeer in het optreden van onszelf. Het grootste probleem was eigenlijk dat 3 van de 10 die zich hadden ingeschreven, spraken geen Nederlands. Ah. Ja, want die kwamen eigenlijk gewoon voor hun vrouwke te zien. En voor comedy, is het essentieel dat je de taal begrijpt waarin de voorstelling gegeven wordt? Kijk, als dat het enige obstakel is, is het nog niet zo erg. Maar... als je dan beslist van, kijk, ik versta het toch niet, dus ik blijf hier vanachter aan die tafel keuvelen met mijn vrouwtje, terwijl dat daar iemand van voor in een onverstaanbare taal probeert andere mensen te entertainen, dat in volle theelicht, ja, op houten stoels, allee, kom, het was redelijk rampzalig. Hoe lang heb je gedaan? Wat er nu? Hoe lang moest je spelen? Ik denk dat ik een half uurtje of zo, 40 minuten misschien. En dan hier ook nog eens 20 minuten, dat in totaal een uur duurde. Het zal zoiets zijn, ja. Oké. En hoe was de rest? Hadden die nog wel enigszins aandacht of waren die toch ook vooral met de Ja, nee, dat viel wel mee. Die waren wel aan het luisteren, maar dan natuurlijk ook afgeleid door het gepraat achterin. Maar het leukste moment op dat moment was wel... Ik heb toch zo mijn liedje over necrofilie. Ja. Getiteld Mooie Meisjes zijn Dooie Meisjes. En van... Recht in de doelgroep. Yep, van zodra ik dat aankondigde... werd er effectief met ellebogen gestoten en naar mensen gewezen. Ja, van die dingen, ja, dat gebeurt dan, hè. Oh, wauw, wat goed. Te gek. Dankjewel. Ja, met veel plezier, man. Dat was hem, de Elektra podcast met Johnny Trash. Volg Johnny op social media en ga hem zien in een theater, cc of comedy show bij jou in de buurt. Vertel je vrienden dat ze ook moeten luisteren of vertel het aan onbekenden met een review op Apple Podcast. En geef dan ook een paar sterren, bijvoorbeeld 4 of 5. En ga naar petje.af/elektrapodcast om te zien hoe je deze podcast kan steunen. Tot de volgende Elektra. Hoi!